Ik sta hier voor Huis Doorn. Hier woonde vanaf 1920 de gevluchte Duitse keizer Willem II. Over hem is heel veel geschreven. Dat geldt niet voor Stien Stoltekamp. Weet jij wie dat is? Stien was een van de personeelsleden in Huis Doorn. Kijk, dit is Stien. Zij werkte hier in deze keuken in de jaren 30 samen met haar vriendin Drika. Twee ongetrouwde meiden, want als getrouwde vrouw kon je meestal niet werken voor een keizer. Stien en Rika verdienden best veel. 12 gulden per week. En met vaste werktijden van 7 tot 4 mocht je niet klagen. Dit was op andere buitenplaatsen heel anders. Lage lonen en doorwerken totdat je werk af was. Er werd dus wel eens geklaagd door families van andere buitenplaatsen dat de keizer de markt zou verpesten. Als de ex-keizer iets wilde, dan werd er gebeld en dan werd het hier zichtbaar. Elk vakje staat voor een kamer. Het eten, of wat het dan ook mocht zijn, werd klaargemaakt en doorgegeven aan het Duitse personeel die het naar de keizer bracht. Nederlands personeel mocht dit zelf niet doen. Als het eten klaar was, ging het via de etenslift naar boven. Het personeel ging via deze trap en via dit deurtje kwam je direct in de opdienkamer. Zo hoeft het personeel niet door de privévertrekken van de ex-keizer. Hier werd het eten uit de etenslift gehaald en nog even in een warmhoutkast geplaatst, zodat het daarna opgediend kon worden. De keizer was altijd de eerste die zijn maaltijd kreeg opgediend. En als jij de laatste was die zijn eten kreeg, dan moest je echt voortmaken. De keizer at namelijk heel snel. En als hij genoeg had gegeten, drukte hij op een belletje zodat er afgeruimd kon worden. Pech als jij net je eerste hap had genomen. En wie zorgde er tot slot voor het afruimen en het afwassen? Dat was natuurlijk Stien. Zij kwam rond 8 uur terug en verdiende op die manier 2 gulden extra. Wat een bofkont, hè? Vind je niet?